Op 1 november 2021 kreeg ik de sleutels van mijn eerste huis hier achter mij. En rond de kerst knalden we de sloophamer erin. Het slopen is begonnen, mensen! Het grootste project van ons leven kon van start gaan. 7 maanden aanverbouwen verder en het huis is eindelijk af! Ja, toch! Mannenwerk is er verzet, vaak tot in de late avonduren. Op het gegeven moment ging het echt hard. Ons droomhuis werd steeds meer werkelijkheid. We hebben zoveel mogelijk zelf gedaan, want het is gewoon leuk. Maar ook beter voor de portemonnee, want die kreeg wel een aanslag. Wajo, wat een avontuur was dit. Ongelooflijk, zoveel geleerd, echt niet normaal. Ik zou zeggen, laat de home tour beginnen. Ik ben zo hyped. Ik ben nog nooit zo gespannen geweest voor een video. Komt u binnen, komt u binnen. Welkom, welkom. Laten we bij de belangrijkste kamer van het hele huis beginnen. Die toiletten. Die heeft een upgrade gekregen. Top, hoor. Ja, dat is toch wel een mooie upgrade, of niet? We hebben hier een prachtig kraantje van goud. Met wasbakje, cute. En ja, natuurlijk de tegels. Hier een stone tegel en hier een relief tegel. Fijne wc-pot en hier dus ook wc-knoppen van goud, van glas. Dit is echt gewoon topkwaliteit. Dit is allemaal van Tegelstudio uit Tienrij. Toppers. Glas- en loodraampje. Die zat er al, die vonden we wel mooi. Lekker behouden. We hebben hier ook een mooi kunstje uitgevoerd. De wc-bak die zit in de spouwmuur. Waardoor we nu veel meer beenruimte hebben om te kakken. Mooi nieuw meterkastje langs de wc. Hier zie je dus al het splinternieuwe elektrawerk en loodgieterswerk wat door de hele keet loopt. Mooi is dat, hè? Hier een before foto van de gang. En dan de after. Wat? De wc-deur hebben we geschilderd, de kelderdeur hebben we geschilderd, de voordeur, alle muren, alle plinten, de trap, 2 keer grondlaag en 2 keer laklaag. Echt leuk, joh. Maar we komen uiteindelijk in de woonkamer en die is echt niet meer terug te herkennen. Nou, laat eens zien. Ja, welkom. Er moet nog veel gebeuren, heel veel gebeuren. Normaal, joh. Echt, ik kan mijn ogen niet geloven. Ik ook niet, het is gewoon ons huisje. Een paar maanden geleden was het hier echt één stoffige bouwval. En nu, en nu is het gewoon echt ons huis. En we wonen er. En we zijn er blij mee. Over de hele benedenverdieping hebben we deze prachtige tegelvloer. Houtlook tegels. En daaronder ligt de vloerverwarming. Dus we hebben geen lelijke radiators meer in rangen. En dan hebben we hier de eyecatchers van de woonkamer. De meubels. Oh yes. We hebben hier een betondoek eettafel, de stone zo heet die. Een goede tafel maakt een huis, vind ik. En ja, hier zijn we zo blij mee, niet normaal. Kijk dan hoe die is afgewerkt. Lang zal het leven. Ach. Lang zal het leven. Oeh, lekker. Ja, het is heel toevallig, maar we nemen deze huistour op 20 augustus, mijn verjaardag. Dus ja, dubbel feest. Vandaar ook die versiering op de achtergrond. Oh. Hier weer even een before foto en de after. Oh, is zo bizar dit. Ik heb er een aantal, before, after. Ja, mooi. Oké, de laatste, before. En de after. Wauw, wat een transformatie. Dus we hebben hier de eethoek. En dan hebben we hier de zithoek, tv-kijkhoek. En de inkakhoek op onze heerlijke nieuwe bank van A-meubel. Echt een topbank. Ook een goede bank, maakt een huis. En hij is echt heel pretty. Mm-hmm.
Wil jij nou precies deze bank, de Tarlo, winnen? Dan zou ik even naar de Instagram @ameubel gaan en de instructies volgen bij deze post. Ameubel, bedankt voor de zieke bank en eetkamerstoelen. Don't judge Ties on the pink, want dat is mijn inbreng. Ja, ik vind het niet zo mooi. Ik wel. Er zijn hier alleen twee dingen die missen in de zithoek. Misschien valt het jullie wel op. Een tv-meubel inderdaad. En raamdecoratie. Die moeten we ook nog hebben door het hele huis. Dus dan gaan we van de zithoek zonder tv-meubel over naar een ander heel belangrijk en heel mooi geworden deel van het huis. De keuken! Oh. Of toch niet? Ik heb een cadeautje voor jou. Was het cadeaupapier op? Ja. What's inside the box? Oh ja! Nice! Oeh, dit is top joh. Een, hoe heet dat? Band voor achter de boot. Een band voor achter de boot, thanks. Echt niet. Oh. In ieder geval, de keuken. Die heeft denk ik echt de grootste transformatie gehad van het hele huis. Niet meer terug te herkennen. En ja, hier zo stonden ze eerst een muur, die hebben we eruit geknald, want we wilden per se een keukeneiland. Ja, dit is ook wel leuk. Nisjes. Heb ik bedacht. Heeft Anne bedacht, inderdaad. En zit zelfs verlichting in. Ja, en nu hebben we hier een prachtig plekje voor playbuttons, cute foto's, plantje en een schilderij van de speedboot die Anne ook heeft gemaakt. Ja. Hier zat dus eerst ook een deur naar de gang. Die hebben we mooi dicht gemaakt. Daar hebben we dus nu ook nisjes voor. Ja. Onze drankvoorraad en zo. En verder, ja, we hebben een mooie kookplaat. Kunnen we lekker koken. Ja, met de afzuiging erin, hè. Dat is ideaal. Ja, hele diepe lades die best wel rommelig zijn al. Koelkast, vriezer, vaatwasser, prullenbak. Ja, en? Wat wil je nog meer? Gouden wasbak. Mensen zullen er mening over hebben over de gouden wasbak. Wij vinden het mooi. We hebben ook wel het goud een beetje terug laten komen door het huis. Met een gouden kraantje op de wc, in de wandlampen, boven op de badkamer, daar waar we zo heen gaan. Voor de keuken hebben we gekozen voor een houtlook kastjes. Mm-hmm. En dan met een glitter... een glinsterend zwart blad. En ja, hier komt nog steeds een oven in, alleen die is nog steeds niet leverbaar. Dan hebben we hier nog in de woonkamer een hoekje met opbergkastjes met kunst van Anne erbovenop. En hier zo bij de binnenkomst moet nog een stalen deur komen. Maar we hebben wel al een kastje zelf gemaakt door Anne. En dan hebben we nog één ruimte hier beneden nog niet gehad. Wat zou het zijn? De serre. Het mooiste hol van het huis. Oh, waarom is het hier altijd zo'n sauna? Dit is een beetje het opslaghol van het huis. Deze serre die gaan we binnenkort nog gelijk maken met de grond. En gewoon een nieuwe mooie houten uitbouw van maken. Want we vinden hem echt lelijk. Alles op zijn tijd. Mijn portemonnee moet ook weer even sparen. Nu we er toch zijn, gaan we eventjes door naar de achtertuin. Nu het huis van binnen eigenlijk zo goed als af is en nu we er lekker in kunnen gaan wonen, kunnen hier binnenkort in de tuin weer de ziekste bouwprojecten gaan plaatsvinden. Dus vergeet niet te abonneren. Zullen we naar boven gaan? Ja. Ja? Ja. Welkom. Welkom boven. Ja, hierboven zijn ook bergen van werk verzet. Allereerst is hier ook alles prachtig gestuukt. En wat vinden jullie van ons mooie homemade trapwerk? Kozijntjes, allemaal prachtig wit geschilderd. Die waren roze, lelijk. De muren hebben we hier geschilderd. Eigenlijk hebben we het hele huis zelf geschilderd. En hier onze prachtige nieuwe laminaatvloer die boven overal ligt. Die hebben we ook zelf gelegd. Hey, toch wel trots op. Plinten zelf gezet. En dan, achter deze deur, hebben we de gloednieuwe badkamer. Ja. Oh. Hoe blij zijn we hiermee? Heel blij. Echt zo'n mooie badkamer.
alles wat je hier ziet. De toiletpot, sanitair, tegels. Alles is van Tegel Studio. Wat een materiaal, hè? We hebben hier ons nieuwe badmeubel. Twee lades. Mm. En in de spiegel zit verlichting. Tots. En kranen. Ook weer die gouden tint, hè? Vet mooi. Prachtig. En in de hoek waar ooit het veel te grote bad zat, zit nu de troonzetel. Waar je echt zit als een koning. Super nice. Dan hebben we hier de niches. Ik weet niet wat we hebben met niches, maar dit is natuurlijk perfect voor handdoeken. Weer fijn met de relief tegel. Ja, ik vind het echt heel mooi. Voor de natte lappies, een prachtige design radiator. Heel blij mee. Er zit ook gewoon vloerverwarming in deze badkamer, maar hè. En dan aan deze kant, de douche. Handdouche. Handdouche. Ach, hier kapsel. Weer met een nestje en hier de douchekop. Allemaal in dat goud bronzen. Prachtig. Rookalarm, fuck. What the fuck? Nogmaals een hele grote bedankt naar Tegel Studio uit Tienrij. Ze hebben echt mooi materiaal geleverd van hoge kwaliteit. En we zijn super geholpen met alles uitzoeken. En er werken gewoon hele fijne mensen. Dan gaan we van de badenzimmer over naar de eerste kamer van de bovenverdieping. Anne's atelier. Nou, dit is mijn werkkamer. Ties heeft zijn studio hiernaast. En hier kan ik lekker losgaan met bijvoorbeeld naaien, haken, schilderen, meubels maken, wat dan ook. Kan je lekker aan de gang? Hier heb ik dan mijn lokmachine en mijn naaimachine en verder mijn stoffen. Stiekem heb ik nog wel veel meer stoffen, maar dat mag ik nog niet neerzetten hier. Ja, dit wordt een zooitje volgens mij. Het wordt een rommelhok. Het is nog wel een beetje wit en kaal, maar daar komt nog wel verandering in en dat gaan jullie wel zien. En dan hebben we hiernaast the place where the magic happens en where the videos get edited, de studio. Na 10 jaar de video's editen bij mijn ouders thuis heb ik eindelijk mijn eigen werkplek en ik ben er zo blij mee. Bureautje, verstelbaar bureautje. Ideaal joh. Voor de rest, ja, mijn setup is nog een beetje kaal. Er komt nog verandering in, sowieso de studio moet ook nog helemaal nice worden. Slaapbank, ook niet onbelangrijk, er kunnen er genoeg mensen blijven logeren met de feesten en partijen. Dan hier nog mooie bootjes. En dan hebben we daar zo, misschien kennen jullie nog, de Secret Room. Ik moet zeggen, hier hebben we nog niet heel veel verbouwd, er is wel gestuukt. Het is nu nog een rotzooi, maar kom even kijken. Dit is toch leuk joh, zo'n extra hol bij de studio. Ja, het is, laten we hier maar weer gaan weggaan, dit wordt nog een project voor later. En dan hebben we nog één kamer hierboven, waar we flink wat uren weg gaan pitten. De master bedroom. One time out of ten, four times on the state lines. We fly till the end, my hands on your waist. Ja! Lekker bedje van Emma Sleep, shout out naar hun. Niet lekker hoor. We hebben het bed, het Emma matras, de topper. Dus we gaan hier slapen als een koning, thanks to Emma Sleep. Ja, we moeten wel heel koude gordijnen hebben hier. Kledingkast, gevuld met kleding van Anne. Ja, ik heb ook één plank hierboven. Sieraden. Volgens mij willen de kijkers alleen maar één la zien. Nee! Ja! Yeah. In deze hoek stond dus eerst een hele muffe inloopkast. Die hebben we er lekker uitgesloopt. Nu hebben we hier een kledingrek staan. Deze is van de Kringloop trouwens. Vet leuk. De badkamermuur hebben we trouwens nieuw gemaakt. En we hebben ervoor gekozen om de badkamer iets kleiner te maken. Waardoor de master bedroom groter is geworden. Want dat vonden we fijn. Dit vind ik nog wel een mooi detail. Die stucador die heeft hier echt, echt mooi werk geleverd. Daar zijn we echt heel blij mee door het hele huis. Strak gedaan. En holy shit, volgens mij hebben we alles gehad. Ja. Nee, nog één ding niet. Moeten we helemaal naar beneden, naar de kelder. Ja, hier in de kelder is ook werk verzet. Kom eens even kijken. Washok, ja, niks speciaals.
Maar overal in de kelder hebben we dus splinternieuwe Elektra. Film deze lamp maar even, is leuk. Dames en heren, welkom in het café. In ons café. Gelukkig heb je ons hier. Dames en heren, dit was de house tour. Wij zijn heel blij mee. Oh, niet normaal. Ons droomhuis is gerealiseerd. Dus, housewarming kan beginnen, jongens. Hey, zonder te dollen. Ik ben niet normaal dankbaar dat ik dit allemaal kan doen. En zonder jullie, de kijker, was dit natuurlijk never ever ooit mogelijk geweest. Dus bedankt. Nu de verbouwing voorbij is, kunnen we weer doorknallen met de gekste projecten. Dus vergeet zeker niet te abonneren.